Net als iedereen volg ik de gebeurtenissen in Israël en Palestina. Het zijn verschrikkelijke beelden die tot ons komen via de journaals, de kranten en de actualiteitenrubrieken. En hoewel ik een investigator ben, een fact-finder, een onderzoeker, zou ik niet durven zeggen wie er in dit conflict gelijk heeft. Ik denk ook dat dat onmogelijk is. Ik denk dat eigenlijk niemand voor 100% gelijk heeft of ongelijk heeft. Maar wat ik wel weet, is dat slachtoffers van zo'n conflict, dat die ten alle tijde geholpen moeten worden. Want dat zijn meestal onschuldige vrouwen, kinderen, mannen, bejaarden. Die verdienen het niet om aan hun lot te worden overgelaten. Die moeten worden geholpen. En daarom doe ik mee aan de Palestina Challenge. Omdat die slachtoffers geholpen worden. Omdat daar bijvoorbeeld een ambulance van gekocht wordt die zo hard nodig is. Dus ik moedig iedereen aan om mee te doen. Help mee, doe mee. Dank jullie wel.